Het is ochtend, ik zit in de trein na te denken over wat ik het allerliefste wil doen. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Wolvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter met elkaar. Dus misschien hoort aan het geluid, zit ik in de trein. Ik ben op weg naar Utrecht om daar een halve dag opleiding te geven in de opleiding Autismevriendelijk Coach. Het is een heel erg leuke, gevarieerde opleiding waar mensen met en zonder autisme samen met elkaar leren over autisme en communicatie. Maar er komt een trein langs, dat is normaal leuk. Mocht je meer informatie willen over die opleiding, kijk even op autismeacademie.nl. Ik wil iets met je delen, want afgelopen vrijdag heb ik gehoord van een arts dat het allerbeste is als ik gewoon de komende tijd even, de komende paar maanden even 2 uur per dag ga werken. En dan ga je nadenken over de vraag, wat is nu het allerleukste wat je vindt om te doen, Gijs? Ik vind een hele hoop dingen leuk, dat is een beetje het nadeel. Ik vind het heel erg leuk om lezingen te geven. Ik vind het heel erg leuk om jullie iets te vertellen in een vlog. Ik vind het heel erg leuk om allerlei mensen te ontmoeten en daar in gesprek mee over te gaan, over kwetsbaarheden en autisme. Maar wat als je 2 uur hebt? Ik merk nu snel dat deze vlog dagelijks maken met mijn perfectionisme en alles, dat me dat soms alleen al 2 uur kost. Dan is mijn 2 uur al op. Wat als ik dan ook nog een lezing geef op een dag en ook nog e-mail moet doen waar ik overigens echt een vreselijke hekel aan heb. Wat wel een belangrijk middel is om te communiceren met andere mensen. Ik ben daar heel erg in aan het zoeken. Ook hoe plan je dan zo'n week? Ik heb altijd goede planningen gemaakt en had altijd overzicht over mijn leven. Maar als je minder moet gaan doen, ja, dan ga je echt terug naar de kern. En dan ga je ook nadenken over, oké, wat heeft nu het meeste resultaat? En wat wil ik eigenlijk het liefste doen? Dat zijn allemaal best grote vragen waar je in de trein heerlijk kunt nadenken. Ik vind het tof dat jullie die vlog kijken. Ik vind het ook tof dat mensen tegen mij gezegd hebben van hey Gijs, ik merkte dat je gisteren geen vlog had gepost. Nou ja, nu komt die dus wel. En je weet nu een beetje waarom de redenen zijn. Ik wil nog elke dag vloggen, maar het is heel erg zoeken naar enerzijds waar haal ik de tijd vandaan en hoe deel ik mijn tijd goed in. Anderzijds vind ik het soms best wel moeilijk om ook die andere kant van mij te laten zien. Want ik lach nu alweer en ik ben van alles aan het doen. Maar ik voel me ook nog steeds bij tijd en bij wijle voel ik me gedeprimeerd. Dan ben ik eigenlijk wat meer in mezelf. Aan die kant heb ik nog geen manier gevonden om dat aan je te laten zien. Dus ja, wie weet. We gaan het zien. Ik ga zo de trein uit. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Wow, ik heb echt ballen. Dit is niet goed. Ik had gewoon moeten vertellen, ik wil gewoon weer gelukkig worden. Want dat had dan eerst ook weer moeilijk gezien.